Erik Snijders, de grote man achter de braderie. Hoe gaat het? Het gaat prima. We hebben heel mooi weer en we hebben een hele drukke braderie. En heel veel tevreden mensen. En daar doen we het voor. Toch? Heb je er veel uur in gestoken? Ja, ik denk dat wel tegen de 40 uur aan zit dat ik erin heb gestoken. Dus er was wel iets te organiseren al met al. Maar ja, het resultaat staat er. Dit is het 9e jaar dat ik nu bezig ben. In het verleden heb ik met Rob Verhoekel gedaan, met Jookje Verhoekel. En we hebben natuurlijk wel hulp van heren, mijn zoon bijvoorbeeld en vriend. Die gaan door de straat en die maken de boel in orde. Maar het is wel dankbaar werk en leuk werk. En zeker als het dan druk is en mooi weer is. We hebben een bestuur met meerdere personen. Maar goed, die hebben in het verleden hebben ze dat nooit gedaan. Dus die wisten niet zo goed hoe het moest. En iemand die het weet, ja, die moet het doen, hè. In de jaren 70, 80 is het al begonnen met de braderie. En toen heeft het ook een tijd stilgelegen. Sint-Jozef heeft een keer een feestweek georganiseerd. En toen is het begonnen eigenlijk dat we weer opnieuw de braderie hebben een leven hebben ingeroepen. Dat zijn toch wel heel wat jaren eigenlijk, al met al. Alle ondernemers doen mee? Eigenlijk de meeste wel, ja. En de meeste zijn wel enthousiast. Zeker als er zoveel mensen langs je winkeltje lopen. Het kost een paar cent, maar het weegt niet op. Ik zeg altijd, een advertentie in de krant kost vele malen duurder. En meer dan hier staan met de werk. Het kost je tijd. Denk je dat de mensen daar na de tijd ook een resultaat van zien? Dat moet wel. Je kunt alleen niet meten. En als je iets niet kunt meten, is het altijd lastig om te zeggen van ik heb er profijt van. Het levert altijd wat op, dat moet gewoon. Het is al heel gezellig als de mensen hier door de straat kunnen lopen. En even langs die kraampjes te snuffelen. Maar het is vooral ook heel leuk dat ze gewoon andere mensen tegenkomen. En oude bekenden van vroeger. En dat is wel heel leuk. Het is een soort reunie eigenlijk. Dat is mij opgevallen. Dat is erg leuk. Ja, ik vind elk jaar weer opnieuw leuk. Zeer de moeite waard. Ronald Huisman, de Birdie Man. Leuk toch? Ik fluit altijd naar die mooie meisjes, maar ze fluiten niet meer terug. Dat is wel jammer. Nee. Ze zeggen ook niks meer. Nee. Dat blijft leuk. Als je een beetje oefent, dan kun je iedere vogel imiteren. Ja. Kun je ook zeggen van als Birdie Man dat soort vogel imiteer ik? Ik heb totaal geen weet van welke vogels. De enige die ik kan is de scheidlijster. Ja, ja. Maar die gaat heel hard, hè? Ja, het is een klein dingetje wat je op je tong legt. Dat maakt je goed nat en dan kleeft het aan je gehemelte. Oh, dat blijft gewoon zitten, ja. En dan doe je met je lippen.